Waarschuwing, de volgende video bevat veel geweld en grof taalgebruik. Kijk er dus op eigen risico. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze nieuwe weekend special die ik sideways gewoon door het weekend een keertje erin ga gooien. Op mijn kanaal ga ik de heist doen van GTA 5. Waarom de heist? Nou, het zit namelijk zo. Zoals je ziet, dit is mijn tweede appartement en daar heeft heel veel geld in gezeten. En ja, mijn whisky is bijna op, mijn wijn is bijna op. Ik heb nog niet eens genoeg meer voor een fruitensapje. Mijn band had een lekker band, waardoor dat ik ook nog eens een keer terug naar de garage moest gaan om banden dingen te gaan halen, zodat ze niet meer konden gepopt worden. Ik werd er helemaal ziek van, dus mijn geld is bijna op. Niet echt natuurlijk, maar doe net alsof dat zo is. Het probleem is... Ik heb een mannetje gevonden die mij dus zeg maar goed kan helpen met een of andere baan. Maar daar heb ik een hele goede bestuurder voor nodig. Dus nou ken ik gelukkig een mannetje, zoals jullie dan hier zien. Ik heb hier een heel mooi telefoontje daarvoor. En als ik dan eventjes bij mijn contact, dan heb ik hier staan de Towler. En ik weet toevallig dat hij heel goed is in racen, rijden, noem maar op. Want hij verslaat me elke keer in Mario Kart 8 waar ik een beetje moe van word. Maar dat maakt niet uit. Tuurlijk word ik niet echt moe van, maar speel het spelletje mee. Ik ga hem gewoon bellen, we zien wel hoe dat gaat lopen. Tenminste, we gaan het gewoon proberen. Dus we bellen. Hallo beste mensen van de Towler Gaming! Het werkt ook nog, zeg. Hoe is het mogelijk? Dag Towler! Hallo! Goh, ga je ook hier? Towler, luister eens. Ik zit met een probleempje. Boodschappengezeur. De kijkers hebben het net al gehoord. Dus ik moet nou net doen alsof ik het ook tegen jou zeg. Maar daar heb ik geen zin in. Achter de scherm, ik ben lui. Het komt erop neer. Ik heb een goede driver nodig. Een goede gast die goed kan sturen. Jij bent goed met Mario Kart. Ik denk, jij kan goed rijden. Kun je mij helpen? Ja, ik kan jou helpen. Ja, kun je even dan naar mij toe komen? Je bedoelt de backdrive, toch? Nou, gewoon dat jij inderdaad zeg maar kan rijden. Is goed. Ja? Nou, dat is helemaal geweldig. Als jij dan heel eventjes naar mij toe komt, dan bel ik even een manneke en dan gaan we dat regelen. Gaat helemaal goed komen. Zie ik je zo. Nou, dat is handig. Nou, ondertussen ga ik heel eventjes naar manneke bellen. In ieder geval, leuk dat jullie kijken. Dit wordt dus een nieuwe serie. Ik denk, ik ga het een beetje spannend aanpakken tot er een beetje verhaallijn in gaat zitten. Want bij de Towler, die ik dus net gebeld heb, er zijn dus de funny moments te zien. En dat is dus eigenlijk, zeg maar, op het moment dat je aan het vrijspelen bent, dan gebeuren de gekste dingen. En dat is allemaal op zijn kanaal te zien. Dus als je nou eventjes op mijn zonnebril klikt, dan kom je automatisch op het kanaal bij de playlist van de GTA-mappen en noem maar op. Nou, ik heel eventjes die gast bellen. Die heet Lester. Waar staat hij? Hier. Leuk, joh. If it isn't my creepy silent friend. Ja, ik ben heel erg creepy. Heel erg creepy. Even kijken. Even kijken, hoe doe je dat? Replay heist. Unavailable. A heist is currently active. Wat? Zo, als ik al zei, nou doet hij het wel. Ik had gewoon cancel heist moeten doen, maar ja, lekker belangrijk. Wat ik wil doen is replay heist, omdat we hebben hem al een keer gedaan. Dus de eerste heist die dus zeg maar beschikbaar is, is called... ik praat in één keer half Engels, maakt niet uit. De Flika Job. Dus... There you go, zegt hij. Nou, die is snel klaar. Nou, hoop ik dat de touw nog een beetje opschiet. Dus, tot hij aankomt. Mijn deurbel is volgens mij kapot. Nee, het is de deurbel van de... Nee, niet van de Minecraft modded serie. Nee, niet weer. Oh, nee. Laat dat mij nooit met rust. Lester, hou je... Wat moet er? Ja, kop houden. Oh, nou, even. Ga ervoor staan. Goed zo. Jongen. Goedemiddag! Hey! Waar heb jij voor goed op? Zo over jouw zonnebril beginnen. Mijn zonnebril is zwart. Net als mijn pak. Ik ben helemaal gepakt. Leuk optrekje. Ja, nou, dank je. Het is mijn tweede huis. Ik bedoel, ja, je kent het andere huis ook, want dan ben ik je buurman. Maar ik dacht bij mijn eigen van, ik denk eventjes voor deze opnames gewoon even lekker huisje naar het strand. Je kunt het helaas niet zo goed zien. Dus... Sorry, er zit nog wat in, dus ik maak het een beetje op, oké? Even wachten, waar is mijn moed? Waar is mijn moed? Even wachten, die moet erbij, die moet erbij, die moet erbij. Even wachten, kom op, geef me, waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Wacht hij, hier is hij. Die moest. Oké, nou, kom, we gaan de huiskamer in. We gaan gelijk beginnen met de huis, want echt serieus, deze aflevering gaat anders veel te lang duren. Dus... Ja, go. Maar jij hebt hulp nodig, dus ik ben benieuwd. Ja, dus de setup voor dit... Ja, dat klopt, dat weten we. Gewoon doen!
kost mij best geld. Mooi. Hoeven we dat niet te betalen. Nou, ik krijg nou in ieder geval dus de cutscene. Want tegenwoordig gaat alles met smartphones. Ik weet niet wie de smartphone zo vasthoudt. Maar goed, we krijgen dus de heist. De touwen staat er automatisch bij. We spelen gewoon op de normal difficulty voor de mensen die dus zeg maar GTA spelen. Ja, de waarschuwing in het begin hebben jullie allemaal al meegekregen. Maar we spelen dus zeg maar heel erg simpel gewoon op normal. Zodat als jullie spelen dat jullie dus de normal difficulty zullen zien. En daar houden we het bij. Nou, voor de eerste missie heb je geen armor nodig. Dus denk je bij je eigen van, ik heb armor nodig. Niet nodig. Oké, nou, confirm settings. Ja. Money, 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 money. Zo. Je hebt er echt zin in, hè? Hey, nou, ik had meegekregen tot er aan je, op jouw kanaal werd gevraagd om zeg maar, tot er wat meer gepraat zou worden zeg maar, tegen elkaar. Ja, maar dat kan niet bij Funny. Ja, kan wel, maar dat zijn Funny Moments niet voor! Dus vandaar de heist. Maar maak je geen zorgen, want andere heists hebben meer spelers nodig, dus er komen meer crewmembers in deze serie. Maar ik zou nou even stil zijn. Ja, kijk wat die oude man te zeggen hebt. Een nice place you've got. Very chic. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. Okay, so. In my day, whoa. Psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Nee. Because misschien niet. It. Als ik die stok nou onderuit schub, val je dan om? Interesting. Hmm. Dichterbij, dichterbij. Tell me more. Hij mag ook wel harder praten. Lisa Bank franchise. Ooh. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Okay. Call it what lief. Price of getting the out of for him. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up. Shot. Zeg. Dat is toch wel een groot risico! Questions, comments? Nee hoor. Nee. I have a great time. Ik bedoel, ik heb de touwen bij me. Ik maak me nergens geen zorgen over. Oh, dat is lief. Ik maak me overal zorgen om ons geld. Oké. Ik heb mijn hoed weer terug. Op een verklaarbare manier. Maar goed. It's a magic hat. Nou jongen, gaan we eerst naar het strand toe. Want ik heb hier zo geen... Het grapje natuurlijk. Oké, nou. Dus de touwen die is de driver. Dus die mag van mij gelijk instappen. Oh, ik zit gelijk vast in een paal. Oké, dat was wel raar. Juist. Oké, nou, ik ga lekker naast je zitten. En Lessa die gaat hier één stuk doorlopen te zeumelen en te zeuren. Daar gaan we niet naar luisteren. Dus, waar is de radio? Radio, radio. Ik hoor geen radio. En hij heeft al zoiets van, oké, gelukkig. Nee, dit is de muziek, die spannende muziek. Dus er is geen radio beschikbaar, daar ben ik blij om. Mooi. Dus, nou, je kunt dus zeg maar zo naar je destination rijden, maar ik kan dus ook zeggen dat ik in first person ga en dan kan ik dus zeg maar zien wie er aan het rijden is, die maloot die zit achter ons. Waarom ging die maloot mee? Zo, je bent bijna in mijn neus aan het peuteren met die vinger van je. Sorry. En draaien met die heupen, finger. Oh, we glijden al een beetje, maar maakt niet uit. Ja, je hebt hier geen rechtje als een paddenstoelen, dus... Ja, ik weet het een lullen door die vent heen, maar hij is toch niet interessant genoeg. Nee, zoals ik al zei in het begin, hier blijft hij maar doorzeuren en zaniken. Daar wil je niet naar luisteren, ons audio komt daar veel leuker. Ja. Tenminste, die van de touwlucht, de mijne, dat slaat nergens op. Maar, slijmbal! Oké. Nee. Ik bedoel, misschien word ik dan ooit een keer eerste bij Mario Kart. Geloof je het zelf. Maar, Nou, dat zullen we nog wel zien vandaag. Ja, dat weet ik niet. Het is op jouw kanaal. Eh, het is zaterdag vandaag. Dat is wat ik helemaal vergeten. Dus. Oh, kijk, een bank. Oh, goed gedaan. Hebben we toch iets aan je? Hallo. Hallo, meneer. Iets met crap. Boeiend. Inderdaad. Oké, ze hebben dus verschillende camera's. Die moet ik dadelijk dan wel uitschakelen, kerel. Mooie bank. Ja. Nou, als ik daar nou eens een goede drillbol voor gebruik. Dan kom je er wel doorheen, Henk. Oh. Ik heb een goed idee dan. Wat we nodig hebben is een goede wagen om weg te kunnen. Ja. En ik neem dat systeem van Lester om dus zeg maar dan te kunnen hakkie-takkie, hè. Ja. Om die boel daar te kunnen hacken, dan kan ik misschien die deur open krijgen. Als jij dan voor zorgt zeg maar dat jij die camera's uitschakelt en die mensen daar bezighoudt, dan kan ik drillen. Maar dan hebben we dus even een goede auto nodig.
En dan moet ik even weten hoe dat ik moet hacken. Dus Lester, kom eens even. Ah, dankjewel Lester. Oké, okay, nou... Ik zorg wel voor silencers op onze wapen. Oké, okay, nou, we hebben hier in ieder geval dus zeg maar dat unlock ding. Je ziet nou twee schermen. Je ziet nou mijn point of view en de Towler's point of view. De Towler is nou aan het rijden en ik moet dus nu zeg maar een soort hacking programma oefenen. Om dus dadelijk zeg maar de bankdeur te kunnen hacken. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig. En ik denk dat op zijn scherm meer gebeurt. Sta jij nou gewoon stil? Nee. Ik rij gewoon heel rustig rond en dat is best, ja, boring. Maar goed. Nou nee, want het wordt namelijk op een splitscreen. Dus daar zorg ik de toekomstige ik wel weer voor. Als hij niet te druk bezig is op zijn ocarina te fluiten. Ik kan het spannend maken door van deze brug af, maar dat gaan we niet doen. Ja, ik zie dat niet! Ik heb nog nooit zo dicht op mijn telefoonscherm gezeten. Nee. Kan Lester ook wel een keer zijn klak dicht houden? Dit is zenuwachtig! Huh? Ik ben aan het rijden, doe je mobiel weg! Nee, ik moet. Maar ik ben al klaar, dus ik ben een man aan het spoeden. Spoonie! Zie ik nu pas. Nou, ik ben klaar in ieder geval. We zitten weer op één beeld. Oh, dat is quick. Ja, het is niet zo moeilijk. Dus... Weet ik. Nou ja, maar je hebt ook goede driving skills. Oh. Zeg ik op het moment dat hij ergens tegenaan crasht. Zeg dat nou maar niet, want dat is mijn eerste botje. Ja, tuurlijk. Mijn toekomstige ik die zal wel eventjes dadelijk judgen. Als hij tenminste zijn ocarina aan de kant kan schuiven. Het stond niet onze auto, dus. Precies. Nou, je hebt de uniforms, want je merkt de product niet de poppen te worden. Ja, dat dus. Dus, Ja, op zich is de eerste missie niet zo spannend. Maar maak je geen zorgen, aangezien dat dit de eerste aflevering is, zal dit ook een beetje een langere aflevering zijn. Dus zullen we gelijk deze doen. Plus nog eens een keer de tweede, waardoor dat we dus de tweede voorbereiding ook gaan doen. Dan morgen zorg ik ervoor dat we dus zeg maar de finale kunnen zien en noem maar op. Dus zo ben ik het een beetje van plan. Voor meer vragen en opmerkingen heb je een hele mooie balk eronder. Kun je een reactie plaatsen. Als je daar tijd voor hebt, kun je vraag kwijt. En ja, als de vraag niet beantwoord is in de video, dan zal ik hem natuurlijk gelijk beantwoorden. Dus. Jullie mogen die balk zo groot maken als jullie willen. Yep. Krijg ik 300 spaties voordat ik de vraag zie. Je wordt bedankt van Boek. Oké, we zijn er. Oké, waar zijn we? Weet ik niet. Ik zie daar wel een dame staan. Een treintje! Oh, kijk nou er eens. Goed. Nice to meet you too! Ik wil met de trein mee! Oh nee, ik moet mijn hoop bij de missie houden. Hadden we niet gelijk door kunnen rijden naar het punt om in plaats van een andere auto, maar dat maakt niet uit. Ja. Wij vragen niks. Wij doen maar. Ik heb geen flauw idee waarom. Dus. Oh, voor de mensen die gaan vragen waarom zit ik in facecam bij, heel erg simpel, fullscreen. We hebben al een tweede scherm af en toe op sommige missies erbij zitten, dus vandaar dat ik dat bij mij geen facecam, die is niet nodig. Ja, en allebei onze gezichten in beeld, dat wordt echt chaotisch. Ja, dan weet je niet meer waar je op moet focussen, dus. Nee. Je bent je hoed weer kwijt. Ja, dat gebeurt af en toe. Het is een magic hat. Alleen op zonne feestdagen. En door de week. Oh ja, ja. Eigenlijk altijd. Behalve op zaterdag. Echt dag. Ja, ik weet dat ik rij door rood, niet doen. Slecht idee in het echt. In real life natuurlijk dit soort dingen nooit doen, maar ja, dat hoeven we niet te vertellen. Ik bedoel, kom op, niemand zou zoiets in real life kunnen doen. Okay. Toch handdoek? Nee. Sorry! Maybe I did. Oh, die stunt wil ik even meepakken. Ik weet het, doe dit ook niet na! Als hierdoor die missie gefaald wordt, jongen! Ja, we rijden er gewoon uit, hoor. Handdoek, dit meen je niet! Nee! Laat me het oplossen! Laat me het oplossen! Ik had die stunt niet moeten doen! Wacht, we kunnen misschien doorheen rammen. Shit! Waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik dit gedaan? Oké, en dan ga je niet over die schans gewoon rechtdoor, braaf. Rechtdoor, ja. Ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat we gefaald hebben in deze missie. Het zal toch niet die handdoek zijn, hè? Volgens mij ben je te druk bezig... Nee, het was zo oneerlijk. Nee, volgens mij ben je gewoon te druk bezig met die funny moments van jou.
Oh, we waren ook echt bijna, weet je wel. Ja, het ergste is, we hebben heel die missie opnieuw moeten doen. Dus alles wat jullie net gezien hadden, moesten we de tweede keer doen. Alleen omdat Han op die schans nu wel rust kon laten. Oké. Okay. Oh, belopen tot hier de funny moment video van jou komt. Oh, wat. Als die blaft. En dat was de missie. Het grappige is, in de eerste keer toen we dit speelden, glitchte dit. Ja, gelukkig nu niet. Nee, daar ben ik heel blij om. Dus blij dat ik even gewacht heb. Maar nee, vast wel vast, nee. En dan krijg ik ook platinum? Nou, eigenlijk, laten we eerlijk wezen. Ik heb geen drol hoeven te doen in deze missie. Nee, maar wat ik heb gedaan was ook niet echt heel handig. Nee, maar ja, je hebt het twee keer moeten besturen en ik heb eigenlijk alleen maar twee keer eigenlijk niks hoeven te doen. Dus. Ja, je hebt een fantastische minigame gedaan. Oké, ik help jou niet tillen. Dat zou ik ook niet doen. Nee. Laat het die snor maar doen met soep in de raar. Nou. Dan zien we het. Ja, smiley face. Yes. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld van de schans afspringen en... Het heeft niks met respect, man. Heb ik jou toestemming gegeven om mijn whiteboard te gebruiken? Ik dacht het niet! Jawel. Zo, dat hebben ze snel gedaan. Ja. Holy shit, dat hebben ze snel gespeeld. Luister, ik heb een crew, ik heb een driver waar ik spijt van heb. En die staat hier ook. Dus let op wat je zegt, want ik pak zo je stok af, hoor. Nee, zo grappig is het niet! Wat? Oké. Okay. Weet je wat nou het probleem is? In jouw funny moment video's hebben ze al lang gezien dat wij die auto's hebben. Voor de sake of deze missie doen we net alsof dat we die auto's dus niet hebben. Oké, okay? Dan zijn jullie daarvan ook op de hoogte. Ja. Elke crime is dom. Tenminste, dat vinden de ouders leuk als ik dat zeg. Toch? Ja, jullie zijn ook geweldig. Goed. Ja, ze geven toestemming, want hey, er staat een waarschuwing in het begin van deze video. Okay. Van, hey, let op, deze video bevat... Blablabla. Nou, dus. Jongen, even... Moet ik even mijn ding doen, hè? Ja, is goed. Dus... Nee, ik kan er niet uit. Nee, ik moet dus ook gelijk selecteren, zo te zien. Of ik moet... Oké, nou, doe maar gewoon... Ja, gewoon launch missie. Volgens mij kun je je auto selecteren, hoor. Ja, ja, denk het. Weet niet. Ja. Ja, zie je hem wel? Hier, dus. Nou, even kijken. Gewoon difficulty doen we weer normal. Wapen maakt... wapen maakt wel uit, maar je kunt altijd je wapens swappen. Waar kan je dat selecteren dan? Welke... Volgens mij bij confirmed settings krijg je nu van of je een auto kan kiezen of niet. Even kijken, play. Hier, ja. Custom vehicle. Thank you. Dan doe ik ook even iets anders. Even kijken, hoe gaan we eruit zien? Oh yeah. Oh yeah! Donut hoofd. Street casual. Juist, Rebel. Die vind ik leuk. Hallo, mailgeluid. Ik doe de handdoek op mijn hoofd, oké? Doe jij een handdoek op je hoofd? Ze hebben niks in zeepformaat. Nou, dat is pittig zeep. Even kijken. Ja, duct tape. Woe! Ja. Zo word je in het nauw gedreven. Sup. Dus. Paper bags, carnaval. Nah. Kom op, hebben we niks leuks? Ja, weet je wat? Ik doe maar gewoon met duct tape. Ah, dat wordt leuk met verwijderen als je klaar bent met de missie. Ik heb geen snor meer over, man. Right. Let's do this. Zo, je ziet er wel. Ik zie het... Waarom heb jij korte broeken? Ja, het is. Nou ja, gewoon. Nou, voor de mensen die het willen weten, ja, ik heb natuurlijk ook mijn eigen autootje. Die staat aan de andere zijde, maar... De trouwer is de driver. Dus we gaan mooi met deze in de auto. Ja, ik hoor je wel, hoor. Goed. Oké, ik ga eventjes navigatie aan jou geven. Niet dat het nodig is, want het is hier heel dichtbij. Het is om de hoek hier. Ja, mijn huis is dichterbij als jouw huis. Nou ja, eigenlijk is dat ook mijn huis, want dan ben je buurman daar ook, dus... Oké, okay, masker op. Zoals je ziet, ik heb nou... mijn hoofd zit vol met duct tape. Duct tape. Oh. Maar nou hebben we dus een battle systeem wat we moeten gaan doen. Oeh.
We lopen gewoon lekker lopen. We rijden gewoon lekker naar boven hier zo. Rugparkeergarage. Nothing to do. Get it done. Oké. Okay. Oké, hoe gaan we dat doen? Gewoon met mitrailleuren, snipers, waar wil je? Ik ga eerst achter het muurtje. Ja, dat ga ik ook doen. Oké, mitrailleurtjes, gewoon schieten. Ja, ik sta er klaar voor. Dit is jouw wrong place! Ah! Ja, Rampage! Die zijn niet echt heel pittig. Achtbaan! Toch? Ja, achtbaan. Er zijn nog meer daar. Ik bedoel, ik zit er daar nog ergens eentje. Ja, achter die auto! Liggen! Kan ik hier mooi even achter deze auto gaan zitten? Even wachten, ik zit onder het vuur. Heb ik nog een snackie? Heb ik nog een snackie? Juist, natuurlijk hebben we dan. Zit je nou op deze auto te schieten? Oké, ik heb er weer een gepopt. Er staat er nog eentje zo te zien. Pas op. Twee dus. Ja, twee achter de witte auto. Eén achter de witte auto. Got it! Oké! Okay. Get in this car! Nou, het probleem is, sommige missies die kun je dus zeg maar doen alleen maar in first person, tot je je auto first person lockt. Maar het probleem is, als ik deze in first person zou laten zien, dan is het bijna niet te zien waar dat je rijdt. Dus geloof me, dat wil je niet. Ik heb dit met Leroy geprobeerd, niet doen, slecht plan. Maar ja, het is wel voor een hele grote, nou ja, hele grote. Je kunt er iets extra's bij krijgen. Oh boy! Ja, ik sta klaar om te schieten, maak je geen zorgen. Ah, ze kunnen ons jij rijdt, ik schiet. Okay, let's go. Ze kunnen ons toch niet raken eigenlijk dus. Maar maakt niet uit. Je weet niet wat fratsen ze hebben. Daar komen ze aan met sticky bombs. Oh, daar is die rem weer. Maar niet een keer later kan heel. Brave handdoek. Ik kan nog omdraaien. Sorry, moet er even lang. So, he believed he can fly. Oké. Okay. Hou je hoofd bij de missie! Woep! Sorry, ik vind dat te leuk. Nou, je zit de hele tijd de mouw over car damage en dan kun je dus zeg maar elite challenge, maar dat beginnen we toch niet aan. Dus dit is alleen maar voor de show-offery. En voor de entertainment. Wow. En voor de koffie. En zodat ik mijn boodschappen kan doen. Huppakee. Kunnen we hierheen? Oké, ja, gewoon een S-box, 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 blablabla. Kijk even die druppel! Ah, ik vind hem... Paaltje. Er zit bloed op de raam. Ja, sorry. Ik heb een bloedneus. Okay. Yes. En dat was hem. Yep. Dan komt Snor met soep in de haag. Hey. Mijn auto is mooier. Mooierd. Mooierder. En de missie is past. Nou, zoals jullie dus zien... Ik ontvang geen centen, maar als ik even snel overschakel naar het beeld van de handdoek, dan zie ik dat hij dus wel geld heeft. Maar dat komt omdat hij wordt ingehuurd door mij en hij wordt niet betaald door mij, maar door die gasten daar. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar goed. Ik verdien dus niks, hij verdient wel iets. Dus dat is heel erg belangrijk voor de final missie die ik jullie morgen natuurlijk allemaal laat zien. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze serie? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Handdoek, heel erg bedankt dat je mee wilt doen met deze missie. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien, want dan gaan we dus zeg maar de finale doen. En dan gaan we dus keihard aan de slag. Ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken, jongens. Yeah.